Niet tegen journalisten zeggen, dat vind ik helemaal niet anders. Nee, maar... We gaan de publieksprijs uitreiken. De winnaar van de publieksprijs is vanavond gekozen door 2500 stemmers op Twitter. En ik wil u vragen om de envelop te openen en ons te vertellen wie u gewonnen heeft. Nou, dat gaan we dan nu bekendmaken. Goed, dames en heren. Daar komt ie. Dat is een van u, geloof ik, hè? Zeker. Ja. De winnaar is... vriendeling en bijwoners Geert-Jan Lessen! Je hebt al de lof van je vakbroeders gekregen. Nu van het publiek kan je kiezen tussen de twee liefdes. Nou, ik probeer toch altijd ook wel echt een verhaal... Of ik wil toch altijd wel een film maken, ook van mijn moeder. En dat zegt denk ik genoeg. Mijn moeder moet het kunnen begrijpen. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd aan al onze genomineerden en winnaars vanavond. Hartelijk dank. Dank ook aan alle juryvoorzitters die mogen nu hebben zo in het kader van een eindoordeel. Ik wil tot slot, als ik het goed doe nu, ja dat denk ik wel, mijn oud-collega's van de NOS die een fantastische avond hebben georganiseerd en er zoveel moeite in hebben gestoken, wil ik graag met naam en toenaam danken. Gerard van den Broek, hij werd al eerder genoemd door meneer Daalmeijer, Marjan Telen en Naomi Kamlach, Arnoud Monster en Maurits Engelen en ook nog een speciaal vermelding van Mark Bessems die het openingsfilm gemaakt. Ik vond het een eer om uw gastvrouw te mogen zijn en ik zou zeggen, laten we gaan borrelen. Hartelijk dank.